Hallo, ik ben Jaco Smit. Ik ga jullie iets uitleggen over Rally Horizon. Ik ga jullie uitleggen hoe de plusknop werkt. Vanuit het dashboard kun je heel eenvoudig door middel van de plusknop acties uitvoeren. Bijvoorbeeld voer toevoegen, een melkprijs toevoegen of dieren toevoegen. Ook kun je heel eenvoudig meerdere dieren tegelijk een actie geven. Als voorbeeld melk nu. U selecteert meerdere dieren tegelijk met de plusknop. Hier kunt u zien om welke dieren het gaat en als actie melk nu. Door middel van wijzigingen toepassen geeft u dieren gelijk melkbestemming. De plusknop kan ook gebruikt worden vanuit de koekaart. Allereerst selecteren we een koe bovenaan van de lijst. Als we in de koekaart zijn, gaan we weer terug naar de plusknop en kunnen we een actie bij deze koe uitvoeren. Bijvoorbeeld een melkinstelling. Deze koe kunnen we voor een bepaald kwartier 3 spee maken. Wederom klikken we op wijzigingen toepassen en de koe staat als 3 spee in het systeem. Deze koe kunnen we ook op prioriteit voeren zetten. Hier ziet u prioriteit voeren is aangevinkt en wederom deze wijziging toepassen zal deze koe op prioriteit voeren staan in het systeem. Ik hoop dat deze informatie nuttig en duidelijk was. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons FMS-team.